De Belgische Voetbalbond die bouwt aan een smartphone-app voor de Rode Duivels. Die app die moet ervoor zorgen dat onze nationale ploeg een wereldmerk wordt. En ik hoor Jean-Pierre van Rossum hier naast mij instemmend grommen, want dat moet, hè. Ze moeten daar geld uitslaan. Nou ja, het is degene dat interesseert, hè. De Voetbalbond. Ja. Hun eigen zakken vullen, hè. Moesten ze dat nu gebruiken voor de jeugdwerking van onze voetballers. Dan zouden ze zeggen, oké, maar nu, dat is gewoon hun eigen zakken vullen. Ja, maar nu hang je toch een beeld op alsof dat allemaal, dat die alleen maar met geld bezig zijn. Het gaat toch om de sport? Niks sport. Toch niet voor die mannen. Het een dat hen interesseert is zoveel mogelijk alle soorten rommel verkopen. Nee, maar wat zij doen, en dat zeggen ze, en daar zijn ze heel eerlijk in, ze zeggen van we willen daar echt een wereldmerk. We willen dat er ook op Braziliaanse stranden kindjes gaan rondlopen die truitjes van de Rode Duivels dragen. En als ze een goed EK gaan spelen, wat er toch wel in zit, dan gaat dat ook gebeuren. Dan wordt dat gigantisch, de Rode Duivels. Denk je dat? Nou ja, dat is een plan, hè. Dat is een plan. Op zich is toch wel, moet jij dat toch bewonderen, het feit dat ze zoveel geld willen gaan verdienen daarmee? Ah, nee, helemaal niet, hè. Het gaat toch om een amusement, om een leuk spelletje. Waarom moet er daar zoveel geld aan verdiend worden? Als je dat nu ziet in de Europa League, hè. Als Gent dat gewoon tegen Wolfsburg in de Champions League, dan kregen ze 8 miljoen bij. Dat is toch niet meer normaal. Als je ziet wat dat die spelers verdienen om toch, oh god, maar tegen een bal te schotten. Ja, maar wel vrij goed, hè? Ja. Ze kunnen goed tegen een bal schotten. Dat is waar. Maar als je ziet wat dat ze verdienen, die prijzen zijn toch totaal van de pot gerukt.